En mevrouw, wat bent u hier aan het doen? Ik ben aan het kijken naar die vrachtauto. Ik vond het al zo vreemd dat die daar zo lag. Ja. Dat ik liep vanmorgen met mijn hondje daar en ik denk, nou, wat zie ik nou dan onder de viaduct? Ik dacht eerst dat het een schuur was, maar ik had dus nog niks in de gaten, dus ik ging kijken. Ja. En toen zag ik die vrachtauto daar liggen. Ik denk, nou, hoe is het mogelijk dat hij zo in de vangrail gekomen is? Hij ligt echt aan de verkeerde kant van de vangrail, hè? Ja, inderdaad. Ja, hoe hij het voor elkaar gekregen heeft. Waarschijnlijk is hij in slaap gevallen of zo. Ik vond het ook heel vreemd. Meneer, wat is hier te zien? Nou, er schijnt een vrachtauto van de weg te zijn geraakt. Ja. Via de vangrails in de berm. En, ja, er zit net niet klem onder het viaduct, maar er keert niet veel aan. Nee. Dus ze hebben eerst de vangrails moeten slopen om hem toch weg te kunnen krijgen op een fatsoenlijke manier. En het gaat, hij ligt gewoon aan de verkeerde kant, hè? Hij ligt aan de verkeerde kant. Ja, de verkeerde kant ligt wel aan de goede kant van de weg. Als hij doorgaat, gaat hij richting Staphorst. Maar hij hoort op het asfalt te staan en niet in het gras. Nee. Ja. Wat een rotzooi, hè? Ja, dat is niet aan werk, hè? Die vangrails af te breken en zo. Maar ja, ze kunnen er moeilijk overheen slepen, dat wil ook niet. Wat zijn ze nu aan het doen? Kunt u het beschrijven? Ja, ik denk dat ze de tactiek aan het bespreken zijn. Hoe ze het zullen aanpakken ook. Ja. Een lastig kwei, hè? Een lastig kwei. Of ze nou recht zullen slepen of eerst een beetje omhoog, dat ze weer per weg proberen te krijgen, ik weet het niet. Nee. U komt even kijken? Ik kom even kijken, foto's maken voor de hobby. Ja. Ja.